tussen al die artiesten door, dan vinden we natuurlijk ook even Henk Dissel tussendoor. Henk, je gaat als een tierenlier. Je wordt ook wel gezien als een van de hoofdrolspelers van vanavond. Wat vind je daarvan? Ja, een eer vind ik dat. Het blijft natuurlijk leuk kijken. Er zijn weinig tv-programma's voor artiesten. En Toppers van Oranje die besteedt daar heel veel aandacht aan. Dus ja, voor elk artiest is het denk ik belangrijk om hier te mogen staan. Dus voor mij ook. Ja, je komt ook steeds vaker hier in de buurt, heb ik het idee, voor optredens. Ja, toevallig loop ik hier omhoog. En toen zei ik, van hier heb ik een paar maanden geleden opgetreden. Ik herkende hier de bar binnen. Dus toen, zelfs hier heb ik gezongen, echt op deze locatie. En we doen heel veel optredens. Vooral de laatste 2 maanden heb ik 47 optredens gedaan. Ja, dat blijft maar doorgaan. Dus het is een gek huis. In de wandelgangen komen we Marlane tegen. Marlane, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat hartstikke goed. Je staat hier in de Toppers van Oranje in Hierde. Is dat voor jou een nieuwe plek? Ja, voor mij wel. Ik ben natuurlijk wel regelmatig bij Toppers van Oranje geweest. Alleen voor hier is het echt de eerste keer inderdaad. Maar nu al leuk en gezellig. Vertel, welke single laat je horen? Ja, natuurlijk. Mijn allernieuwste, weet jij wel. Ja. Ja, goed. Het publiek dat vermaakt zich wel. Het houdt van Nederlandstalig. Dus wat dat betreft zit je goed. Of denk je dat je ze nog een beetje gaat verrassen? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, als ik ben even buiten geweest en het is een en al gezelligheid. En het volkse is binnen. Dus dat wordt een knaller. Willem Bart is de man die altijd overal waar hij gaat wel een feestje weet te maken. Is het niet alleen met hoe hij op het podium staat, maar ook met de nummers die hij zingt. Het is een zwoele zomeravond. Wat kunnen we van jou verwachten? De nieuwe single, Draai maar door. Ja. Het is een liedje dat kreeg ik toegestuurd van Jeff Weber. En ik wilde eigenlijk deze zomer geen plaat maken. Maar vorig jaar Zakken naar de grond, die ging natuurlijk als een speer. En ik denk, dit jaar sla ik over. Ik kom met een nieuw liedje in het najaar. En dit liedje kreeg ik toegestuurd. Ik lag op mijn bed, een WhatsAppje van Jeff, ik draai het af. En ik had zoiets met 20 seconden van, die ga ik gewoon doen. Ja. Dus dat gaat hem worden vanavond? Dat gaat hem vanavond worden.